can see the sun coming up, and I need it. Ooh yeah, I feel like I've been down for a while. They said the grass was always greener, but you know I haven't seen her. I feel like I've been dying for a smile. And I'm not gonna stop. Houden te doen en ze dan nog even rondlopen en dan breng ik jullie weer naar beneden, want alles gaat hier via security en weet ik veel, dus jullie mogen niet zelf naar beneden. Ik moet jullie netjes naar beneden brengen. Ik ben naar boven, moet ik naar boven gaan om jullie af te melden. En dan nou, welkom, mijn naam is Tanja. Ik heb aansturing onderwijs arbeidsmarkt erbij, ik heb een deel kenniseconomie erbij en nog zo van die dingen. En dat is leuk, want hier wordt jouw status afgemeten aan de grootte van je portefeuille. Zo groot is. Het is heel mooi om te kijken, hè, wat combinatie, waar vind je elkaar. We hebben mondelinge vragen uur nagespeeld, wat ze hier doen in de Tweede Kamer, was geweldig. En we hadden daar een stelling geprobeerd. En die stelling die was, op elke onderwijsinstelling verplicht een pedagoog. Ja, elke school. Juist, inderdaad. Elke school verplicht een pedagoog. En nou, ik heb toen Ilse uitgedaagd om daar verder over na te gaan denken. En zij heeft die handschoen ook echt opgepakt. Om het beeld te keren en na te denken, oké. Het zijn allemaal hele slimme mensen. Je gaat niet zomaar studeren. Dus, je hebt een bepaalde hoeveelheid hersencapaciteit gekregen. En daar zou je dus veel meer mee kunnen doen. Ook de samenleving zou veel meer aan jullie kunnen hebben dan ze tot nu toe hebben gehad. Dus ik ben bijvoorbeeld met Windesheim nu bezig in Zwolle. Die hebben een co-makership bedacht. Dat is een stage, maar een stage met een opdracht. Wat je daar doet is dus niet gewoon leuk een beetje stage lopen en een beetje kijken hoe het gaat in het bedrijf. Maar je zet je kennis echt in om het bedrijf beter te maken. Dus je komt aan het eind heb je ook echt een opdracht die je hebt vervuld. Nou, dus ik ben nu met hun aan het nadenken over een drietal vragen die ik heb. Er komen er een aantal studenten van Windesheim, gaan hier gewoon een maand lang rondlopen in een soort van laboratoriumzetting. En die gaan voor alles voor mij verzinnen en bedenken om die samenleving leuker te maken. Dus net even een hele andere. Dus ik ben ook niet een typisch Kamerlid, dus daar zou ik je heel erg in teleurstellen. Ik ben niet zo'n typisch Kamerlid, ik ben heel erg van de creativiteit en het net even anders doen. En daar hou ik er ook voor op. Maar ik heb bijvoorbeeld deze pizza-sessies waarvan iedereen in eerste instantie dacht van je is gek geworden, waarom ben je nou mensen uitnodigen, pizza geven. Je moet ook allemaal uit je eigen zak ook nog betalen, dus heb je zoiets van je dummy, je houdt allemaal voor jezelf en dat soort dingen. Maar ook, ik heb een HBO roadshow. Dat is, dan gaan we iedere maand gaan we langs HBO's met twee Kamerleden en dan praten we echt inhoudelijk op basis van de studie met jongeren. Bijvoorbeeld aanstaande maandag gaan we naar een hogeschool. Dan ga ik met de woordvoerder, die gaat over echt gezondheid, veiligheid, dat soort dingen. En gaan we naar studenten die zich daarmee bezighouden. En zij gaan dus echt inhoudelijk met hen praten over wat kan je als politiek nu doen met de issues waarmee die studenten bezig zijn. Dan krijg je een wisselwerking, met de mooiste dingen uit. En ik faciliteer het gesprek, dus altijd met z'n tweeën, want ik wil natuurlijk ook gewoon bemoeien. Zo ben ik nou eenmaal. Dus ik begeleid dan het gesprek. Dus een beetje hoe ik erin sta. Wat ik nu graag van jullie zou willen, is voordat jullie met al jullie eigen vragen komen, van jullie horen wie je bent. En ik ga steeds een andere vraag stellen. En de eerste vraag wil ik aan jou stellen. Wie ben je? En wat vind je van de politiek in zijn algemeenheid? Ik zit op de Hogeschool van Amsterdam, studeer bedrijfseconomie. En ik zit bij de excellentieprogramma van Debatteren. En de politiek in het algemeen, ja, ik vind de debatten heel interessant op tv. Vooral leuk om te zien hoe iedereen het doet en zo. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk ook dingen waarvan ik denk, zo met dat leenstelsel, et cetera, waar kun je het wel mee doen. Ja. Ik doe commerciële economie. En wat zou ik veranderen? Ik zou het sociaal leenstelsel terugdraaien. En als je even nog een hele gemene opmerking maakt, ja. Als je even niet alleen aan jezelf denkt. Het geld dat extra is, zeg maar. Dus het geld dat ik krijg, dat heb ik wel nodig om te betalen bijvoorbeeld. En ik denk dat als anderen dat niet meer hebben, dan moeten of lenen, wat je dus aan het eind een hele grote schuld oplevert. Of je ouders vragen, zeg maar. En ja, ik hou zelf niet van vragen, geld vragen, als ik liever dat ik zelf betaal. Ja. Dus. Ik ben nog niet per se op tegen, maar. Ja. Het was iets wat ik had kunnen gebruiken. Ik kan ook zeggen dat nu met het sociale leenstelsel afhankelijk van de OV, dat er wel heel veel in één keer gebeurt bij studenten.
En dat was het eigenlijk wel. Ja. Ik heb geen idee, maar... Ja. Ik kom er straks uit. Ja. Waar was ik mee? Ja, ik heb een Engelstalige studie. Waar ik meest aan geërgerd heb te proberen te kijken is van waar is dan de beloning van wanneer van de hoe kan ik, ik heb het woord kwijt. Dus nee, gebruik een ander woord. Bijvoorbeeld bij de stage, waar zit de beloning dan in? Wanneer is je echt je. Ik heb alleen maar Engels woorden in mijn hoofd. Omdat je investeert in jezelf en in je toekomst. Nou, heel eerlijk gezegd ben ik daar helemaal mee eens. Waar de beloning is. Dus wat dat betreft heb je mij helemaal mee. Oké, cool. Jij mag blijven, jullie kunnen blijven. Ik denk dat het meer voor jullie zelf moet uitkomen. Of omdat je gewoon het zelf op tijd wil houden. Omdat je gewoon door wil vragen. Om te reageren op de stelling die hier heel veel wordt geponeerd. De Nederlandse student is in- en verwend. Ik ben Jan van Ommen. Ik studeer kans in een Open Hogeschool van Amsterdam. Is de Nederlandse student verwend? Denk het niet. Ik denk dat wij betalen meer dan België. Aan het collegegeld bijvoorbeeld. Dus nee, we zijn niet verwend. Mm-hmm. Dat ik het mee eens ben, dat wij worden steeds minder welvarend. Dus is het gerechtvaardigd dat wij dus veel minder van studenten vragen? Ja, dat zou ik daarop zeggen. Probeer het. Het is, nogmaals, het is geen spelletje. Wij zijn gewoon hier gewoon... We zijn prettig bezig na te denken over hoe komen we tot met elkaar tot een gesprek. En dus het is niet van ik wil beter zijn dan jou, of helemaal niet, het tegendeel. Dus, maar jullie mogen ook helpen. Dus dat is juist welvarend en dan heb je andere dingen nodig. En dan zeg je, ja, maar we worden steeds minder welvarend. Dus dat rechtvaardigt dat wij ook van de student meer investering vragen, want we hebben gewoon niet zoveel geld meer. Nou, het vergelijkt met Amerika meer. 50, 52, als je het goed genoeg doet. Dus kunnen de ouders dat makkelijker opbrengen voor hun kind om te gaan studeren? Ik zeg, het is nog steeds hier beter, dat vind ik wel, want het is veel eerlijker. Maar er zijn natuurlijk ook andere kanten aan het verhaal. Ja. Mooi, hè? Welvarend materiële zin, maar ik vind mezelf welvarend als ik mezelf kan verrijken door opleiding. Dat is wel zijn, toch? Jouw naam wil ik weten en ik wil dat je reageert op de stelling. Het is fantastisch dat wij nu de PVV niet meer hebben in de coalitie. Dat betekent dat we eindelijk weer... Als met recht terug naar het buitenland kunnen. Oké. Okay. Ik ben Carole. Om daarmee te beginnen, dat is makkelijk. Wat bedoelt u precies met met recht terug naar het buitenland? Trots. Trots. Dank je. Trots. Ik vind wel, nu het PVV weg is, denk ik wel dat er meer beslissingen worden genomen. Want de PVV was wel altijd de partij die overal op reageerde van nee, het gaat toch niet door. Nee, dat willen we toch niet. Dus jij denkt, ja. Nee, had ook moeten vragen. Oh, ik had ook moeten vragen. Ja, dat ben ik niet. Dus het wordt wel. Dus dat zou jouw antwoord terug naar mij kunnen zijn. Van ja, leuk, maar hoezo het hier uit de brood? Goed toch? Maar je moet toch weer terug eigenlijk naar het hoog onderwijs? Dat we moeten investeren. Er is heel lang niet geïnvesteerd in het PO, VO en vooral niet in het MBO. We hebben maar een heel klein beetje geld. Dus een deel van het geld gaat wel naar het hoger onderwijs, maar er gaat ook een deel naar... Jullie was, dus niet Tanja, en ook niet PvdA moest verdedigen, maar ik had jullie was. Niet zo erg rekening. Maar ja, als je bijvoorbeeld techniek gaat studeren, dan heb je meteen een baan. Ja, dus wij studeren allemaal economie. Ja, nou ja, met economie vind je ook vrij redelijk een baan. Maar als je kijkt naar jongeren die een hogere opleiding hebben gevolgd, die hebben... significant meer kans op een goed betaalde baan dan jongeren die het niet hebben gedaan, die niet hebben gestudeerd. Dus jouw kansen op een goede baan, doordat je hebt geïnvesteerd in jezelf, nemen toe. Altijd. En ik zou het jammer vinden als jongeren zich dan laten, zich de kans laten ontnemen om te studeren, door te zeggen, ja, maar dan heb ik een schuld. Het is geen constructieve schuld, het is niet een schuld die je voor een leuke televisie of zo, het is een schuld die je aangaat. Nee, ze is goed eigenlijk, want het is een investeer. Maar tuurlijk zeg je van ja, ik wil het graag doen, maar je hebt die diploma gehaald, dus wat ga je doen? Je gaat naar de universiteit. Ja. Ik heb het nog een half jaar volgehouden, alleen omdat ik vond het gewoon niet leuk. Het was gewoon niet wat ik wou. Ik zit nu op het HVA, ik doe dezelfde studie, helemaal top. Dus dan moet bij jezelf een knop op gaan van ik wil het, oh ik haal een goed cijfer, dit is waar ik het voor doe. Ja. Terwijl als je steeds maar slechte cijfers haalt en er is niemand die een keertje naar je toe komt van hey, wat is er? Vind je niet leuk? Ben je niet gemotiveerd? Juist. Doe je het helemaal op jezelf? Ja.
Ik bedoel, je bent voor een leraar. Vijf haalt bijvoorbeeld 6,5 en de andere persoon een 9,5. Dat ze dan erger aan de persoon die de hoogste cijfer heeft. En die personen die halen de andere dan naar beneden. En wanneer dat persoon van een 9,5 dan een lagere cijfer heeft, dan zijn de anderen die een 6 cultuur waarderen, die zijn dan blij van hey, die is weer terug naar ons niveau. En ik zoek dus dat cultuur. En ik denk dat excellentie, dat is een bepaald cultuur die je creëert, waar iedereen dan bij wil horen. Want iedereen wil bij een cultuur horen die een hoge cijfers haalt. Ja. Daar wil je van leren. En ik denk als je dan zo'n cultuur hebt, dan zullen de sessiescultuur dus zal dan verdwijnen en zal dan gemotiveerd zijn om daarbij te horen. Nice. Ja. Hij was gewoon slim, dus ik dat zou ik niet zeggen. Maar nee, mijn coach, dat is echt iets voor jou. Ja. En nog hele andere motivaties om mee te doen? Eindelijk iets leren. Eindelijk iets leren. Ik ben helaas het voorbeeldvind van een sessiestudent. Ja. Dat komt mee dat me wel uitdaagt misschien. En gevonden? Ja. Dat is wel mooi wat je zegt, hè? Want dat, ik ben daar zelf namelijk van overtuigd dat er ook. Er zitten jongeren die absoluut gewoon die zeggen, hè, die doen hartstikke hun best. En die halen die 6 en dan vind ik ze geweldig. Helemaal duim, weet je, thumbs up. En dan vraag ik, waarom was je niet bij het tentamen? En dan krijg ik te horen, ja, ik was wezen stappen, brak niet geleerd. Ja. Dan denk ik, hoe dan? Je zit in het tweedejaars bedrijfseconomie. Ja. Wat doe je hier dan? Ja. Misschien wel iets dat wat me heel erg opviel, is dat, waar ik weer het woord cultuur kijk, hier in de cultuur wat hier heerst, is dat wij onszelf niet echt kunnen op prijs stellen, dus hoger zetten dan we eigenlijk kunnen. We zetten onszelf altijd meer iets onder. En echt onszelf goed prijs van oké, daarom zouden we in ons kunnen investeren, et cetera, et cetera. Dat zit toch een beetje in. 15 meiden. Bloedmooie meiden, die gingen meedoen. Dat is afgelopen vrijdag gebeurd. Aan de Miss Town verkiezing. En het zijn en het zijn allemaal, we gingen niet de badpak of zo, dat was niet de verkiezing. Maar het ging vooral om ambassadeur zijn van je stadsdeel. Dus vooral presentatie. En ik mocht ze daarin coachen om op zich te kunnen presenteren op die avond. Dus ik heb een paar sessies met ze gehad. En precies wat jij zegt, dus prachtige meiden, allemaal HBO, noem maar op. En zo weinig zelfvertrouwen in het begin. Dat je dus met ze praat en dan zeg ik, de vraag die ik ze stelde, gewoon, omdat ik vind dat als je gaat presenteren, moet je heel zeker van jezelf zijn. Als je op een podium gaat staan met 800 mensen die naar je kijken, want zoveel zaten er in die zaal, dan moet je natuurlijk wel zeker van jezelf zijn. Om zeker zijn van jezelf moet je weten wie je bent, waar je naartoe wil. Nou ja, dat soort toestanden, Jolanda, jij, Ilse weten dat beter dan ik, die studeren ervoor. Maar goed, ik heb dat zo verzonnen ter plekke. En wat je dan ziet, is dat, wat jij zegt, ze hebben totaal geen zelfreflectie, geen zelfkennis, maar ze hebben ook niemand, en dat was treffend, niemand in mijn omgeving die tegen me zegt, maar jij bent hartstikke veel waard. Jij doet het hartstikke goed. En dat klinkt heel softy en Deepak Chopra-achtig, maar ik ben kamerleden hier met de voorzitter, maar dan kunnen er ook genodigden daarna gaan zitten, en jullie als publiek. Want het belangrijk is, dit is het huis van de democratie, het is een open huis, het is jullie huis, dus jullie mogen er altijd zijn. Dus zoveel mogelijk dingen hier worden in het openbaar gedaan. Heel soms wordt iets besloten gedaan, maar eigenlijk bij uitzondering. Omdat wat Gerry Verbeet altijd heel goed zei, van de Tweede Kamer is het huis van het volk. En iedereen moet binnen kunnen komen op elk moment waar ze zin in hebben. Helaas hebben we nu dusdanige beveiligingsvoorschriften dat dat niet meer het geval is. Ik weet, ik heb hiervoor voor het NOS-journaal gewerkt. En heel lang geleden, als we hier iemand kwamen interviewen, kwam hem gewoon naar binnen. Ik ben nu niet eens voorstellen. We liepen gewoon overal. Alle kamers, noem maar op. Was niet of je bent nooit tegengehouden? Nee, het was zo relaxed. Ja. En nu, je hebt het zelf gezien. Ja. En jullie hebben nog niet eens de heftigste vorm van beveiliging. Maar als je naar de PVV gaat, zelfs ik als medekamerlid, als ik naar hun toe ga, want dat doe ik gewoon, ze zijn echt best ook hele leuke mensen. Dus, plannen? Waarom deze plannen? Ja, zou ik erop zeggen. Je kan ook gewoon doorlopen natuurlijk. Hè? Ja, zeg het eens. Ik zag u net zitten en u zei vrij weinig. Meneer de journalist, stel voor dat we met de minister even een biertje gaan. Ja, precies. Het is wel een mooie tijd geweest. Gewoon een lekker biertje. Ja, lekker biertje. Gaat u mee een biertje drinken?